Welkom beste kijkers bij Sokreporter TV. In deze uitzending blikken we vooruit op de onvervalste derby ASH Heerenveen uit de vierde klasse 1 Zuid 1. In terugblik laten we u de doelpunten zien uit de wedstrijd ASV Arkel HZC 61. Door het verlies van koploper Groot-Amers thuis tegen runner-up Noordloos wordt het boven in de vierde klasse reuze spannend. Heerenveen nam de leiding over van Groot-Amers en staat nu aan kop met 11 gespeeld 27 punten. Gevolgd door Groot-Amers met 11 gespeeld 26 punten. Unitas volgt met 12 gespeeld 24 en Asper, Peursens, SVS 65 en ASH staan ook niet ver weg. Ja, en zaterdag speelt ASH de derby thuis tegen koploper Heerenveen. Wil ASH mee blijven doen om de prijzen, zal er gewonnen moeten worden. De laatste drie ontmoetingen die beide ploegen tegen elkaar speelden, werden alle drie gewonnen door Heerenveen. In het seizoen 2021-2022 won Heerenveen thuis met 2-1 en bij ASH met 2-3. Dit seizoen won Heerenveen de thuiswedstrijd met 2-0. Maar afgelopen zaterdag behaalden de mannen van trainer Gilberto Smit een knappe 2-3 overwinning bij Peursen. Dat zal veel vertrouwen geven. Van de laatste 5 competitiewedstrijden won ASH er 2, speelde 2 keer gelijk en verloor 1 keer. ASH staat momenteel 7e met 12 gespeeld 19 punten. Er werd 21 keer gescoord en 13 keer tegengescoord. Topscorers zijn Danny Bijl met 5 doelpunten en Marijn Hak met 4 doelpunten. Ja, het Heerenveen van trainer Marcel de Groot presteert uitstekend dit seizoen en staat na de nederlaag van Groot-Amers afgelopen zaterdag weer bovenaan. Heerenveen won zaterdag met 3-0 van Lekvogels en gaat dus vol zelfvertrouwen op bezoek bij de buren in Hellouw. Heerenveen dus aan kop met 11 gespeeld 27 punten. Er werd 33 keer gescoord en er werd 12 keer tegengescoord. Van de 5 laatste competitiewedstrijden won Heerenveen er 3 en verloor er 2. Topscorers zijn Jesse van Vliet met 9 doelpunten en Kevin Steenbrugge met 7 doelpunten. De wedstrijd staat onder leiding van de heer J.W. Kant. Ja, we gaan nu nog even kijken naar de doelpunten van afgelopen zaterdag van de wedstrijd ASV Arkel HZC 61. Oh!
Ja, alle ingrediënten zijn er aanwezig om er een zaterdag een leuke en onvervalste derby van te maken. We hopen dan ook op een spannende en sportieve wedstrijd met veel doelpunten. En ook dat het publiek in grote getale naar Sportpark ASH komt om hun team aan te moedigen. Ja, beste kijkers, de uitzending zit er weer op. Bent u zaterdag niet ingelegen om de wedstrijd te bezoeken, dan kan u altijd vanaf zaterdagavond de videosamenvatting van deze wedstrijd zien op sokreporter.nl en regiovoer.nl. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.